Ondanks het feit dat ik niet denk dat ik zo luid praat of zo druk ben, ja, verlies ik mijn stem. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Vooral tegen 's avonds natuurlijk merk ik echt dat ik mijn stem aan het verliezen ben. Mijn zoon die zegt dat ik klink als Marge Simpson. Maandag, nieuwe week, nieuwe start. Ik hoop gewoon dat er manieren zijn om daar beter mee om te gaan. Hallo. Hoi, ik ben Aasje. Ik ben Lien. Leerkrachten benutten hun stem uiteraard ongelooflijk veel, spreken een hele dag en dat ook nog met heel veel enthousiasme. En dat maakt dat er natuurlijk al eens wat extra spanning in kruipt. Ik vind het in ieder geval heel knap dat wij eventjes mochten binnenkijken in jouw les. Sowieso zijn er een paar algemene tips die voor iedereen gelden. Eén daarvan is bevochtigen, veel drinken is belangrijk. Om direct je stemplooien te bevochtigen, zit je eigenlijk nog iets beter met een inhaleertoestel. Okay. Dus je doet daar heet water in. Ik raad altijd aan van zowel 's ochtends als 's avonds te dampen, 10 minuutjes. Heet water en dan... Je stem opwarmen is ook een hele belangrijke. Ik weet niet of je dat doet 's ochtends. Nee, wel, ik weet wel wat je wil zeggen. Ja. Het is wat zoomen. Hè, zo. Zoals je zoomen. Het is soms wat zoeken wat voor jou de beste manier van zoomen is. Maar het is zeker goed om even je vingertoppen op je neusvleugels zacht te leggen. Je duim onder je kin. En dan... En dan voel je het soms op die lijn mooi trillen. Wat je niet mag voelen, is dat je tongbodem opspant. Een andere manier om op te warmen, daar kom je tegenwoordig heel veel tegen, daarom vind ik het ook belangrijk om het jou even te laten zien, is de Lax-Fox-oefening. Oké. Waarbij je... Ik heb hier mijn eigen buisje bij. Je gaat... Het is een buisje van ongeveer 32 centimeter lang. Zet je ongeveer 7 centimeter water in een diepte van. En je pak gaat je buisje ongeveer 2 centimeter onder water laten. Je zit comfortabel, niet te veel schouderspanning, alles heel losjes. Je lippen rond het buisje, je tong ook ontspannen. En je gaat een ontspannen blaastoon maken. Op een lichte klank, als je goed hoort, maak ik er ook een klank bij. Ik doe niet gewoon... Wacht. Dus niet gewoon belletjes blazen. Maar ik geef een basistoon. Waarbij je ook ziet dat mijn wangen gaan trillen. Dat is een hele belangrijke. Die moeten meeflapperen. Dus een tweetal centimeter daaronder. Pak het maar bij jou, het flesje. De lippen daar goed rond plaatsen. Je mag ze nog meer goed afsluiten. Goed teutje maken. Ja. Er zijn heel wat oefeningen die je stem trainen en weerbaar maken. Wil je de spanning wegkrijgen... Dan moet je eigenlijk gewoon kei veel geven. Zuchten mag ook. Zelfs als je even je rug draait naar de leerlingen toe. Even zuchten. Alles loslaten. En 's morgens in de auto een beetje opwarmen. Of lippen losblazen. Eergisteren, heel goed. En welke dag was het dan gisteren? Gaan we kijken naar een aantal individuele elementen. We gaan eens heel even naar een overgang kijken. Clara, jij stond vorige week bij Finslui altijd lui. Jij had vorige week niks te doen. Wat zou jij graag willen doen? Je bent taken aan het verdelen. Mm-hmm. En je doet dat heel rustig. Met, naar mijn gevoel, een gewone stem. Ik heb nog iemand nodig bij Jules Mul, bij Mieg Fruitvlieg en iemand om de deur open te houden. En dan op een zeker moment maak je precies mentaal een klik van... En nu ga ik aan mijn les beginnen. En ineens ga je veel scheller en veel actiever gaan spreken. MKM, MKMM. We hebben die allemaal al gebruikt ondertussen. Maar we kunnen daar nog meer mee spelen. In het ene fragment ben je eigenlijk rustig een uitleg aan het doen. Terwijl als je les geeft, ga je veel meer spanning zetten op je keel. Oké, met letters maken we woorden en met woorden maken we zinnen. Het lijkt mij goed om in eerste instantie, zelfs los van stemtechniek, als je zegt van kijk, ik ga toch proberen de kwaliteiten van mijn spontaan spreken, van mijn gesprekken die ik in, of mijn manier van spreken in een één-op-één gesprek, toch meer in mijn lessen te gaan steken en minder mentaal die klik te maken en nu begin ik aan mijn les, dus ze moeten mij gehoord hebben. Misschien is dat iets dat je al redelijk snel kan gaan zoeken van. En dat is uiteraard een beetje zoeken. Dat is normaal dat dat niet... Ja, inderdaad niet bewust doe. Dat vind ik een fijne tip. Want daar kan ik echt mee aan de slag gaan ook.
daar staan wel een paar woorden die ik niet zeker weet of jullie die nog kennen. Producten, wat is weer een product? Als je luider gaat, is het nog beter dat je ietsje lager gaat dan hoger met die stem. En dat doe je gemakkelijk. En dat is niet vreemd, omdat we het al hebben gezegd, je zit heel vaak met die keelspanning. En dat gaat ervoor zorgen dat je ook hoger gaat. Daar kan je ook op oefenen. We hebben daar een aantal programma's voor. Op internet is er eentje dat je een webversie van kan openen. En dan kan je een grafiek bekijken. Of dan heb je een grafiek en dan maak je bijvoorbeeld een O die luider wordt. Krijg je daar een horizontale lijn, ben je goed bezig. Gaat die hoger, dan gaat die lijn ook mee stijgen. Dus als je daarop gaat oefenen om een rechte lijn te krijgen, dan ga je eigenlijk op de duur een soort spiergeheugen ontwikkelen, dat je op de duur voelt wat je nodig hebt om luider te gaan, maar niet hoger te gaan. Wil je een stem gaan trainen, dan kost dat echt wel wat moeite en inspanning. Je moet dat vergelijken met spieren in je armen, die krijg je ook niet op één dag. Daar ga je voor moeten trainen. Wel, hetzelfde om je stem weerbaar te maken, ga je oefeningen dagelijks moeten doen. Welke oefening maken we niet of als allerlaatste van lesje 19? Alex, ben je aan het meeluisteren? Oké, waarom laat ik het zien? Je stem inzet. Dat is hoe we onze klinkers inzetten. Dus als je moet, je kan het vergelijken met in je handen klappen. Je kan dat rustig doen. Je kan dat hard doen. Maken wij een harde stem inzet, aagje. Oh, het doet zelfs al pijn aan mijn stem. Okay. Maar dan ga je die stem plooien, echt tegen elkaar kletsen bijna. We gaan eens naar een moment kijken waarop je dat doet. Die staan hier tussen en dan ga je op zoek naar andere ballonnetjes die je er kan aanhangen om woordjes te maken. Andere. Je gaat die A heel fel inzetten. We gaan dat echt oefenen door bijvoorbeeld hoog. Eigenlijk willen we hoog zeggen. Oog, O-O-G. Maar ik ga er een H voor denken. Hoog. Hoog. Doe ik het fout, zou ik dit krijgen. Oog. Dat is iets dat je gaat moeten oefenen. Ja. Maar je kan dat al wat vermijden door in rustige zinnen die je zegt woorden met elkaar te gaan verbinden. En dan ga je op zoek naar andere ballonnetjes. Naar andere ballonnetjes. Ja. Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik dat woord dan wel beklemtoon? Wel, dan ga je wel weer een kleine pauze moeten maken. En dan komt het erop neer dat je het eerst goed gaat oefenen om een klinker te kunnen inzetten met een vaste, goede inzet. Wat zijn dan de factoren? De twee getalletjes, heel knap, goed uitgelegd. Ik wil het dan nog eventjes over stemhygiëne hebben. Wat ik daaronder zie is, we worden allemaal opgevoed met hoe dat onze tanden moeten verzorgen. Kinderen kennen dat allemaal. Maar hoe ze met hun stem moeten omgaan, dat is iets waar ze eigenlijk heel weinig over leren. Inderdaad. En ik vind het zeker niet erg dat je als leerkracht daarin je eigen bezorgdheden ook deelt. Over hoe dat je er zelf over denkt, wat jouw tips zijn om je eigen stem beter te maken, maar zo leren ze het zelf. Dat je zegt, mannetjes, mijn stem is vandaag een beetje moe. Ik heb eigenlijk nood om die wat op te warmen. Hebben jullie zin om mee te doen? Want een opwarming voor mijn stem, dat is eigenlijk wel goed. Doen jullie mee? Moet je het inderdaad zo doen? Hè? Ik kan het net zo goed in de klas doen. Of iets anders, dat je zegt van, mannen, het was gisteren een hele drukke dag. Ik heb dat gevoeld aan mijn stem, die is moe. Ik ga vandaag iets meer zwijgen. Ik heb cliënten die dat effectief doen en die leerlingen vinden dat fantastisch. Die worden daar, die krijgen een soort verantwoordelijkheid ook. Ja? En die gaan zorgen voor hun juf. Oké, dankjewel. Alsjeblieft, ik wens u heel veel succes. Ik ben eigenlijk van mezelf geschrokken als ik voor de klas sta. Dus ik zie echt wat ze bedoelt. En er zijn wel een paar tips die ik zeker en vast ter harte ga nemen. Ik ga morgen alvast al heel bewust aan de slag met het gewoner praten. Dus mijn eigen niet te hard laten leiden door ik sta voor de klas, dus ik moet. Nee, ik ga gewoon eigenlijk een beetje meer mezelf zijn en hopen dat dat op mijn stem een beetje meer spaart.